Dan verder met Valken 68. De Valkenburgers zijn na de nederlaag bij AFC onder de streep beland. Maar aanvoerder Erwin van der Nagel maakt zich nog geen zorgen. Ik denk dat er weinig aan de hand is. We hebben een hele lastige serie achter de rug met wedstrijden tegen Haaglandia, Zwift, Delta Sport. Ja, dat zijn gewoon de topploegen in deze klasse. Nou ja, die serie hadden we zaten achter de rug. AFC uit. Had hele goede moed, veel vertrouwen. De eerste 10 minuten waren lastig, een beetje aftasten. Daarna vond ik dat wij het wel aardig in de hand hadden. Dan krijg je na 25 minuten een rode kaart, 2 keer geel. Arjan Haasnoot, ja, dan wordt het lastig. We hebben het lang volgehouden. We hebben gevochten met z'n allen. Helaas net niet genoeg. Dus nu is het wel even alarmfase 1 voor ons. Ja, want het werd de wedstrijd van het jaar genoemd. Dan is het natuurlijk wel extra zuur dat je die verliest. Ja, nou ja, het waren 3 finales. Ik vind dit niet echt de wedstrijd van het jaar. Je hebt nu gewoon... Nu nog 2 finales, zeg maar. Ja, we hebben nog steeds in eigen hand. Dus voor ons wordt zaterdag is weer een nieuwe kans. Alleen het wordt nu wel tijd dat we die punten gaan pakken. Ja, want we weten natuurlijk allemaal dat Andries Wendt aan het einde van het seizoen de club gaat verlaten. Maar is hij voor die komende 3 wedstrijden of 2 wedstrijden nog wel een goede trainer dan? Ja, absoluut. Tuurlijk. Dries die heeft het best met ons voor en wij met Andries. Het heeft totaal geen zin om over een trainerswissel te gaan praten. Dat is hier totaal niet ter zake. Het is een lastige competitie. We hebben echt, die serie kwam ons echt even slecht uit. Zeker 4 achter elkaar. Ja, dan gaat je vertrouwen natuurlijk ook wel een beetje zakken. Alleen het is nu wel de bedoeling dat we er zaterdag wel klaar voor zijn. Afgelopen zaterdag waren we dat ook al, vond ik. Ja, alleen door andere oorzaken kwamen we er toen niet aan toe. Door die rode kaart. Ik heb er alle vertrouwen in.